Hartelijk welkom mensen weer in deze eredienst op deze Sabbatmorgen. Gezegende Sabbat allemaal toegewenst. Wij willen weer een eredienst hebben. En wel de laatste van deze box, van deze serie. Ook een mooi onderwerp zullen we met z'n allen bespreken. Het gaat over de wederkomst en hoe zal dat op dat moment gaan. Maar voordat we daarmee beginnen, willen we eerst zingen. Onze geliefde God en Vader, onze Heer Jezus, lof toezingen. En dat doen we met Psalm 15. Psalm 15 en wel vers 1 daarvan. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Zullen wij daarin verkeren? Op dat grote moment? Laten we zingen Psalm 15 vers 1. Dat hij bij het heugelijk gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen. Wij willen heel graag Sion bewonen. Voordat wij de schrift gaan openen, in elk geval gaan lezen en onderzoeken, willen we eerst vragen of de Heer God bij ons wil zijn. Wilt u daarom ook met mij in gebed gaan om de Heer te zoeken, ook voor de afgelopen week die we weer hebben beleefd. Laten we samen danken en bidden. Lieve goede getrouwe God en Vader, lieve Heer Jezus, we komen voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat u ons weer een week hebt behoed en bewaard. Dat we kracht mochten krijgen uw woorden te onderzoeken. En er is ook veel gebeurd. Er zijn ook vast weer verkeerde dingen gebeurd. En doen we laten of gedachten. U kent ze en wij weten het ook. Overwegend weten wij het. En weten wij het niet, wilt u het ons indachtig maken. Op dit moment ook. Dat we eens rustig overdenken, wat heb ik verkeerd gedaan van de week? En u maakt het indachtig. Heren, als het ons indachtig gemaakt is, wilt u ons dan ook helpen dat we recht te zetten. Naar u toe, naar onze medemensen toe. Heren, dat is belangrijk, dat we schuldbelijdenis doen. Zoiets van zand erover bestaat niet in uw woord. Het is oprecht schuldbelijdenis doen. En dan pas is het uit de hemelse boeken vandaan. Wat velen momenteel niet meer begrijpen. Kom daar met grote kracht, lieve Vader, in de hemel over ons. Dat we het mogen zien. En we bidden u daarom ook als we het zien en een schuldbelijdenis hebben gedaan, dat u ons wilt vergeven. Dat er een streep door mag komen in de hemelse boeken. In hetgeen wat we hebben verkeerd gedaan. En dat we daar ook inderdaad met al ons de energie die we in ons hebben, mee willen stoppen. Dat kunt u alleen maar bij ons doen, als we heel dicht bij u blijven, lieve Heer Jezus. We danken u daarom ook dat u ons wilt vergeven. Elke dag weer, maar ook nu, in het bijzonder op deze Sabbatdag. We bidden ook voor al die mensen die het heel moeilijk hebben, zwaar hebben, verdriet hebben. Kom met uw Heilige Geest alstublieft over hen. Dat ze mogen zien, mogen verstaan. U met hun wil doen. Heren, natuurlijk is verdriet niet fijn. Pijn hebben, ziek zijn, is niet fijn. Maar dat geeft wel een loutering, dat we eens na gaan denken. Wie wij zijn, persoonlijk zijn, wat we hebben gedaan. Hebben we misschien nog fouten begaan? Heren, u maakt geen mensen ziek daarvoor. U loutert wel. Satan maakt mensen ziek, de vijand van u. Heren, maar u gebruikt dat ter bevordering van uw koninkrijk.
van uw oprechte kinderen, dat ze mogen groeien in geloof. Lieve Vader in de hemel, wilt u daarom alstublieft bij die zieken zijn, die u smeken om beterschap, dat ze beter mogen worden door uw kracht. Dat deze druk van deze wereld bij hen weggenomen mag worden. Dat ze hun voorbereiden, lieve Heer, op uw wederkomst. We denken in het bijzonder aan weduwen, weduwnaars, zieken, alleenstaanden, wezen die het moeilijk hebben. Vader in de hemel, kom met uw Heilige Geest alstublieft ook over hen. U hebt ze in uw handpalm gegraveerd. Geef ze extra van uw Heilige Geest, van uw zegen. We bidden daarom ook weer voor het woord. Het ligt open voor ons. Dat we het mogen verstaan en begrijpen als we eruit gaan lezen. Dat we krachtig gefundeerd mogen worden in die geweldige mooie waarheden die u voor het laatst in deze tijd, die verborgenheden, hebt bewaard. En dat wij dat nu mogen weten. Helpt u ons. Geef ons kracht om het te verstaan en eruit te mogen leven. Dat bidden we van u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit genade. En om Jezus Christus, onze geliefde, in zijn naam wil. Amen. En dan gaan we weer ons geliefde hoofdstuk opzoeken in de Bijbel. De wet van God, die we zo graag in ons hart geschreven willen hebben. God zal het bij u doen, indien wij ook er alles aan doen om die geboden te willen naleven. Zowel letterlijk natuurlijk, maar ook geestelijk in onze gedachten en keuzes die we maken. We hebben al heel veel besproken met z'n allen. We gaan nu ook weer specifiek over het negende gebod spreken in deze laatste verkondiging. Maar we willen eerst met z'n allen de geboden lezen. Hoofdstuk 20 van Exodus, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet heidelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam heidelijk gebruikt. Gedenk aan Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Amen. En zoals gezegd, wij zullen het over het negende gebod hebben. En dat heeft dus te maken met: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, vers 16 van Exodus 20. En we willen daarbij een tekst zoeken. Niet zo direct eenvoudig te begrijpen misschien hierbij. Uit Openbaring: bij geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Want dat zullen we met z'n allen proberen, zoals de Heere wil, door zijn kracht uit te leggen. Openbaring 20 vers 4, een vrij lang vers. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. En om het woord Gods. En die het beest
en dezelfde beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. 1000 jaar, millennium. Let op, ze hadden dus niet het merkteken ontvangen aan hun voorhoofd en aan hun hand. Hebben wij vorige keer allemaal besproken, vorige Sabbat. Openbaring 13. En wat houdt dat nu in? Dat getuigenis geven van Jezus Christus. Dat u en ik in alle oprechtheid een oprecht getuigenis geven. En dat oprechte getuigenis willen we dus met z'n allen onderzoeken. Het gaat vooral om Openbaring 20 vers 4. En u zult als geen ander begrijpen wat daarin stond. Daar stond in dat daar de martelaren in vernoemd worden. U mag er ook nog bij pakken. Openbaring 14 vers 13. Openbaring 14 vers 13. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Dus rondom die zondagswet, eerste plaag. Beter gezegd, tussen de zondagswet en de eerste plaag in. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hem. U kent deze tekst, we hebben we al eerder behandeld. Maar nu, dat rondborstige getuigenis hebben we al besproken. Geen vals getuigenis spreken. En hier zien we ook heel duidelijk dat ze de getuigenis van Jezus hebben. Dat zien we hier in Openbaring 20 vers 4. En waarom is dat zo belangrijk? Daar is dus een groep die onherroepelijk dat getuigenis van Jezus heeft. En het allermooiste daarvan is dat we dat ook beloond zien. Natuurlijk kunnen we dat niet al te makkelijk zeggen. God geeft onze beloning, maar toch geeft hij onze beloning. Ook voor diegenen die in die eindtijd aankomen en dus extra lijden moeten ondergaan. Echt lijden moeten ondergaan. Zoals hier staat, onthoofd worden, omdat ze niet dat merkteken aannemen van het pausdom. Merkteken in dit geval dus de zondagswet. Dus wij willen nu zo rustig eerst geschriften erbij pakken, hoe die situatie ontstaat. Maar vooral, het mooie ervan is, ik zeg het wel eens op een wereldse manier, de Heere God heeft nog een cadeautje voor diegenen die zo gestreden hebben in die eindtijd en toch omkomen als martelaren sterven. Cadeautje is een verkeerd woord natuurlijk, dat begrijp ik. Het is een geschenk van God. Het is een mooier woord. Maar ik probeer het u uit te leggen in die zin van, kijk eens hoe goed God het met u en mij voor heeft. Juist in die eindtijd. Dus iedereen die komt te leven als kind van God in die eindtijd, tussen de zondagswet en de zondagswet eerste plaag in, die mag Jezus Christus terug zien komen op de wolken des hemels. En dat wil ik nu graag bewijzen vanuit de geestenprofetie. Want er wordt vaak over gesproken, en ik heb het al eens in een eerdere studie behandeld, maar ik wil het ook heel graag hier behandelen, want anders dan missen we iets bij deze verkondiging. We starten met z'n allen in de eerste geschriften, bladzijde 337. Dan beginnen we te lezen. Hoe de situatie ontstaat. De tijden benauwdheid. En we zien ook, daar spreekt zuster White vooral in het begin, over rondom die eerste plaag. Niet rondom de zondagswet, maar rondom de eerste plaag. Hoofdstuk 36, de tijd der benauwdheid. Ik zag de heiligen, de steden en dorpen verlaten en gezelschappen vormen en op de meest afgelegen plaatsen leven. Engelen verschaften hun voedsel en water, want ze mochten niet meer kopen en verkopen, terwijl de goddelozen honger en dorst leden. Toen zag ik de voornamen van de aarde tezamen raad nemen. En Satan en zijn engelen waren zeer bezig rondom hen. Ik zag een geschrift, afschriften, waarvan over de verschillende delen van het land verspreid werden.
En waarin last gegeven werd dat tenzij de heiligen, let op, 144.000, hun eigenaardig geloof wilden verzaken, mag ik ook 11 uur werken zeggen, dat is natuurlijk een mening, mensen die uit de kerken wegkomen, de Sabbat opgeven en de eerste dag van de week houden, het de mensen na een zekere tijd vrij zou staan om hen te doden. U moet weten, in die eindtijd tussen de eerste plaag en de zevende plaag is dat specifiek voor de 144.000. En in het begin zien we dat, is dat vooral ook tussen de zondagswet en de eerste plaag in. Dus we hebben twee fases dat die heiligen gedood worden. Daarom zeg ik dus ook 144.000, die worden niet gedood, die zijn verzegeld. Maar ook Sjatkemene mensen, broeders en zusters. Maar, er komt die belangrijke maar weer. Maar in dit uur van beproeving waren de heiligen kalm en bedaard, vertrouwende op God en zich verlatende op zijn belofte dat hun uitkomst gegeven zou worden. Op sommige plaatsen liepen de goddelozen op de heiligen toe om hen te doden, voordat de tijd gekomen was waarop het bevelschrift last gaf dat zij gedood zouden worden. Dus dat doodsdecreet is wel degelijk aanwezig in die eindtijd. Maar engelen in de gedaante van krijgslieden streden voor hen. Satan verlangde om het voorrecht te hebben de heiligen van de Allerhoogste uit te roeien. Dan was hij alleen heerster hier op deze aarde natuurlijk. Maar Jezus gaf zijn engelen last om over hen te waken. Dank de Heer. God zou verheerlijkt worden door een verbond te maken met degene die zijn wet gehouden hadden. Ten aanschouwen van de heiden rondom hen. En Jezus zou verheerlijkt worden door het naar de hemel opnemen zonder dat zij de dood gesmaakt hadden. Van de getrouwen die hen zo lang verwacht hadden. Spoedig zag ik de heiligen grote ziels aan het lijden. Zij schenen omringd te zijn van de goddeloze bewoners van de aarde. Wat een benauwdheid is daar. Alle schijn was tegen hen. Onherroepelijk. Sommigen begonnen te vrezen dat God hen tenslotte verlaten had. Om hen door de goddelozen te laten doden. Dus daar is een doodsdecreet uitgevaardigd. En ja, zij hebben nog tijd om hun te bekeren. Dat wordt hier bedoeld. Maar die goddelozen die zijn zo vol met haat, die kunnen niet wachten totdat die tijd verstreken is wanneer ze hun echt mogen door. En dan verder, maar indien hun ogen geopend hadden kunnen worden, zouden zij zichzelf hebben kunnen zien omringd van de engelen Gods. Dus geweldig, bescherming van God. Zelfs in eten en drinken, voedsel, hebben we gelezen, maar ook voor die valse aanvallen van die haatdragende mensen om ons heen. Ook broeders en zusters die afgevallen zijn van het geloof. Daarna verscheen de menigte der verwoede goddelozen. En vervolgens een schare van boze engelen die de goddelozen aanspoorden om de heiligen om te brengen. Maar voordat zij tot Gods volk konden naderen, moesten de goddelozen eerst dit gezelschap van machtige heilige engelen voorbij. Dit was onmogelijk. De engelen Gods bewerkten het dat zij achteruit gingen. En noodzaakten de boze engelen, die zich om hen verdrongen, om terug te trekken. Het was een tijd van vreselijk, ontzettende zielangst voor de heiligen. Nogmaals, dat is al de tweede keer. Dag en nacht riepen zij tot God om voor uitkomst. Waarschijnlijk bestond er geen mogelijkheid dat zij zouden ontkomen. De goddelozen waren al begonnen zegevierend uit te roepen. Daar komt die honing, die spot weer. Waarom verlost uw God u niet uit onze handen? Waarom staat gij niet op en redt uw leven? Maar de heiligen sloegen geen acht op hem. Gelijk Jacob worstelden zij met God. De engelen verlangen hen te verlossen. Maar zij moesten een weinig langer wachten. Gods volk moest de beker drinken en met de doop gedoopt worden. De engelen gingen getrouw aan hetgeen hun was toevertrouwd voort met de wachthouden. God wilde niet
toelaten dat zijn naam te schande zou worden voor de heiden. Dus dat ze gedood zouden worden. De tijd was bijna aangebroken waarin hij zijn grote kracht openbaren en zijn heiligen op heerlijke wijze verlossen zou. Voor de eer van zijn naam zou hij een iegelijk van degene verlossen die geduldig op hem hadden gewacht en wie de namen geschreven stonden in het boek. Prachtig mooi. Juist ook op die stenen tafelen in die tempel met gouden letters. Zie bladzijde 11 van dit boekje. Ik werd teruggewezen naar de getrouwe Noach. Toen de regen viel en de vloed kwam, waren Noach en zijn gezin in de ark gegaan. En God had achter hen toegesloten. Noach had de bewoners van de wereld voor de zondvloed trouw gewaarschuwd. Een waarachtig getuige geweest. Mogen geen valse getuigen zijn. Noach was een waarachtig getuige. Ofschoon zij hem bespot en beschimd hadden. En toen het water over de aarde kwam en de een na de andere verdronk, zagen zij die aard waar zij zozeer de spot mede hadden gedreven. Veilig op het water drijven en de trouwe Noach en zijn gezin erin gered worden. Zo zag ik dat het volk van God, dat de wereld getrouw gewaarschuwd had, komt dat nogmaals, dat waarachtige, rondborstige getuigenis, geen vals getuigen spreken, maar rondborstige getuigenis, voor zijn komende toorn evenzeer zou verlost worden. God wilde de goddelozen niet toelaten om degene die die verwachten levend naar de hemel opgenomen te worden en die zich niet voor het decreet van het beest buigen of zijn merkteken ontvangen wilden, te doden. Ik zag dat indien het de goddelozen toegelaten werd om de heiligen om te brengen, Satan in zijn ganse boze heir en allen die God haten tevreden gesteld zouden zijn. Zoveel haat, intense haat zit er in die mensen. En o, welk een triomf zou het wezen voor zijn satanische majesteit om in de laatste kamp macht te hebben over degene die zulk een lange tijd gewacht hadden om hem die zij lief hadden te aanschouwen. Zij die bespot hebben over de gedachte dat de heiligen zullen opvaren, zullen getuigen zijn van de zorg welke God bewijst aan zijn kinderen. En zullen hun heerlijke verlossing aanschouwen. Toen de heiligen de steden en dorpen verlieten, werden zij achtervolgd door de goddelozen, die hen zochten te doden. Maar de zwaarden, welke opgegeven werden om Gods volk te doden, vielen machteloos neder, of het strohalmen waren. Engelen Gods beschutten de heiligen, terwijl zij dag en nacht om uitkomst riepen, kwam hun geroep op tot de Heer. Is dat niet geweldig? En daar draait het allemaal om. Wij moeten begrijpen dat er een enorme strijd is. En hier zien we dat de laatste, vooral dus 144.000, beschermd wordt. Maar er is ook een groep die niet beschermd wordt, die sterft. En daar heeft de Heer Jezus, we gaan verder lezen, het is in veel lezen momenteel, maar we lezen verder. Daar heeft de Heer Jezus een geweldige, zoals ik gezegd heb, geschenk voor. Laten we eens lezen, want zij mogen de Heer Jezus levend ontmoeten met een vernieuwd lichaam. Laten we eens lezen. Verlossing van de heiligen. Hoofdstuk 37. God verkoos om zijn volk om middernacht te verlossen. Terwijl de goddelozen rondom hen aan het spotten waren. U weet, ook die vijfde plaag is daar ook. Verscheen plotseling de zon. In zijn volle kracht schijnende. En de maan stond stil. Tekens dus over. De goddelozen blikten met verbazing op dit toneel. Terwijl de heiligen met stille vreugde de tekenen van hun verlossing beschouwden. Tekenen en wonderen volgden elkander snel op. Alles scheen uit zijn natuurlijke loop gekeerd te zijn. De stromen hielden op te vloeien. Donker zware wolken kwamen op en stoten tegen elkander. Maar er was één heldere plek van voortdurende glorie, waaruit Gods stem klonk. Gelijk de stem van vele wateren die de hemel en de aarde deed schudden. Er was een machtige aardbeving, nu moet je opletten, er komt een machtige aardbeving.
De graven werden geopend en degene, dit is nu belangrijk, die in geloof gestorven waren, tijdens de verkondiging van de boodschap van de derde engel en de Sabbat gehouden hadden, kwamen verheerlijkt uit hun bed van stof tevoorschijn. Om het verbond des vredes aan te horen, dat God zou sluiten met hen die zijn wet gehouden hadden. Dus alleen diegenen die de Sabbat hebben gehouden en dus de derde engelenboodschap hebben gebracht. Dat kunnen dus inderdaad mensen vanaf 1844 zijn die de derde engelenboodschap hebben gebracht en de Sabbat hebben gehouden. Maar juist in die eindtijd, die martelaar, die dus dat rondborstige getuigenis ook hebben gebracht, overduidelijk, die staan op tijdens die aardbeving. Dat staan de eerste aardbeving. Wat zien we dan? Wat gebeurt er dan? Daar is een bevestiging. Het hemelgewelf opende en sloot zich weder. U ziet, hij is geopend. Aardbeving. Ze werden uit de graven geroepen. En het hemelgewelf opende en sloot zich weder. Er was in beweging. De bergen beefden, gelijk een riet in de wind. Er wierpen puntige rotsblokken overal heen uit. De zee kookte als een pot. Er wierp stenen op het land. En toen God de dag en het uur van Jezus' komst aankondigde, en het eeuwige verbond aan zijn volk gaf, dat eeuwige verbond, denk aan Jeremia 31 vers 31, vernieuwde verbond, sprak hij één zinsnede en zweef dan. En de woorden weer galmden over de aarde. Het Israël God stond met ogen opwaarts gericht, luisterende naar de woorden die uit de mond van Jehovah kwamen. En over de aarde dreunden als de zwaarste donderslag. Niet normaal wat wij zouden kunnen meemaken. Het was ontzettend plechtig. En bij het einde van iedere zin riepen de heiligen glorie, halleluja. De heiligen die dus ook als martelaren gestorven waren. Die waren opgewekt. Hun aangezichten werden verlicht door de heerlijkheid van God. En zij glinsterden van de heerlijkheid. Gelijk het aangezicht van Mozes. Toen hij van de berg Sinaï kwam. De goddelozen konden hen niet aanzien vanwege die heerlijkheid. En toen de nimmer eindigende zegen uitgesproken werd over degene die God geëerd hadden, daar komt hij weer, door zijn Sabbat heilig te houden, ging er een luide kreet op van overwinning over het beest en over zijn beeld. Pausdom met de nieuwe wereldorde. Amerika. Toen begon het jubeljaar, dus die 1000 jaar, wanneer het land zou rusten. Ik zag de vrome slaaf in triomf en zegepraal opstaan en de ketenen die hem gebonden hielden afschudden, terwijl zijn goddeloze meester ontsteld was en niet wist wat te doen. Want de goddelozen konden de woorden van de stem Gods niet verstaan. Dus alleen die heiligen kunnen die stem verstaan. En nu moet hij opletten. Belangrijk tussenstuk is dit geweest. En dan komt weldra verscheen de grote witte wolk. Dus die komt onherroepelijk later. Weldra staat er. Er kan een dag tussen zitten, er kan een paar uren tussen zitten, weten wij niet. Verscheen de grote witte wolk. Waarop de zoon des mensen gezeten was. Toen hij zich het eerst vertoonde, was deze wolk zeer klein. De engel zei dat dit het teken van de zoon des mensen was. Toen hij dichter bij de aarde kwam, konden wij de uitermate grote heerlijkheid en majesteit van Jezus zien, rijdende op dat hij overwonnen. Een gevolg van heilige engelen met blinkende, glinsterende kronen op het hoofd begeleiden hem. Geen taal kan de heerlijkheid van het toneel beschrijven. En het mogen al diegenen dus meemaken, let op, die engelenboodschap hebben gebracht en de Sabbat hebben gehad. De levende wolk van majesteit en onovertroffen heerlijkheid kwam nog dichterbij. En wij konden duidelijk de liefdelijke persoon van Jezus zien. Hij droeg geen doornenkroon, maar een kroon van glorie rustte op zijn heilig voorhoofd. Op zijn klederen en op zijn dij was een naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. Zijn aangezicht was schitterend, als de middagzon. Zijn ogen waren gelijk een vlam vuurs en zijn voeten waren blinkend koper gelijk. De beschrijving van Openbaring 1 door Johannes. Zijn stem
klonk gelijk vele muziekinstrumenten. De aarde beefde voor hen. De hemel week weg als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden bewogen uit hun plaatsen. Stelt u zich eens voor. En de koningen der aarde. En de groten en de rijken. En de oversten over duizend. En de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zich in de spelonken. En in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons voor het aangezicht desgene, hoofdletter, die op de troon zit. En van de toren des lams. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Leest u, telt u dat nog eens een keer na? 7 stuks. Koningen der aarde, groten, rijken, 7 maanden in totaal. Zij, daar komt het, die korte tijd voor Gods getrouwe kinderen van de aarde willen uitroeien, vermoorden dus, waren er nu getuigen van dat de heerlijkheid Gods op hen rustte, de Heilige Geest. En te midden van hun verschrikking hoorden zij de stemmen der heiligen in blijde juichtonen zeggen: de, ziet, deze is onze God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Geweldig. En dan komt het volgende. De aarde werd machtig geschokt, weer aardbeving, machtig geschokt, toen de stem van de Zoon Gods de slapende heiligen opriep, door Gods stem dus. Dus, tweede opstanding. Om tevoorschijn te treden, zij gaven aan de roepstem gehoor en stonden op, bekleed met heerlijke onsterfelijkheid, roepende: overwinning, overwinning, over dood en graf. O dood, waar is uw prikkel? O graf, waar is uw overwinning? Toen verhieven de levenden en de verrezen heiligen hun stemmen tot een lange, geestvervoerende triomfkreet. Deze lichamen, die in het graf gedaald waren met de merktekenen van ziekte en dood, verrezen met onsterfelijke gezondheid en kracht. De levende heiligen werden in een punt destijds in een ogenblik samen opgenomen met degene die verrezen waren. En tezamen ontmoeten zij hun Heer in de lucht. O, welk een heerlijke ontmoeting. Vrienden die de dood gescheiden had, werden wederom verenigd om nimmer meer gescheiden te worden. Aan de beide zijden van de wolkenwagen waren vleugels en levende wielen eronder. Denk even aan Elia. En toen de wagen opvoer, riepen de wielen heilig. En de vleugels riepen, terwijl ze zich bewogen, engelen zijn dat, heilig. En het gevolg van heilige engelen rondom de wolk riep, heilig, 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 Heere God Almachtig. En de heiligen in de wolk riepen, glorie, halleluja. En de wagen steeg opwaarts naar de heilige stad. Voordat zij de stad binnengingen, werden de heiligen zodanig geplaatst dat zij een volkomen vierkant vormden met Jezus in het midden. Hij was meer dan een hoofd groter dan al de heiligen en de engelen. Zijn majesteitsvolle gestalte en zijn lieflijk aangezicht konden door al degenen die in het vierkant waren gezien worden. Wat is dit ontzettend groots. Veel lezen, maar u ziet nu als geen ander het hemelgewelf opende en slootsgeweer op bladzijde 341. Daar gaan al die martelaren dit meemaken. In hun onsterfelijk lichaam hebben ze dan al. Maar zij mogen zien dat waar die Jacobs benauwdheid heeft toegeleid. En daarna onderaan de aarde werd machtig geschokt toen de stem van de Zoon Gods de slapende heiligen opriep. Dus daar zien we als geen ander hoe die situatie is. Ik wou het u niet onthouden. Het is wat veel lezen, maar het is belangrijk dat u weet, mocht u in die eindtijd komen, op wat voor manier en u zult moeten sterven, dat u weet dat u Jezus terug mag zien komen op de wolken des hemels en mag staan bij de 144.000 en niet met. U bent niet één van de 144.000, maar u mag bij de 144.000 staan. Laten we
onze geliefde psalm daar ook op zingen. Want het is natuurlijk prachtig mooi om dit al te weten. Mogen voor in de tijd waarin wij leven. Psalm 119, vers 28. Ik heb, Heer, desnachts aan uw naam gedacht. Uw wet bewaard, uw deugden niet vergeten. Laten we samen zingen Psalm 119, vers 28. En waarom mogen ze opstaan? Omdat ik uw bevelen nam in acht en die bewaard in een oprecht geweten. Ons geweten mag niet toegeschroeid zijn, dat weten wij. Dus vandaar dat deze laatste matelaren ook dit geweldige mooie moment van Jezus' wederkomst van de Heer mogen meemaken. Als eerste mogen opstaan. We gaan naar onze schriftlezing. En dat weten wij, dat is de laatste hoofdstuk van de Thessalonicenzenbrief, de tweede Thessalonicenzenbrief. Er staan nog een paar hele pijnlijke dingen in, en die willen we met z'n allen bespreken. Maar laten we eerst gaan lezen. 2 Thessalonicenzen 3, vers 1 tot en met 18. Vers 1. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben. En verheerlijkt worden gelijk ook bij u. En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. Want het geloof is niet aller. Maar de Heere is getrouw, die u zal versterken en bewaren van den boze. En wij vertrouwen van u in den Heere dat gij hetgeen wij u bevelen ook doet en doen zult. Doch de Heere richtte uw harten tot de liefde Gods en tot de lijdzaamheid van Christus. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijke broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzettingen die hij van ons ontvangen heeft. Want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen noemden. Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten. En gij, broeders, vertraag niet in goed te doen, maar indien iemand ons woord door deze zendbrief geschreven niet gehoorzaam is, teken dien. En vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd wordt. En houd hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder. De Heere, nu des vredes, zelf geef u vrede allen tijd in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. De groetnis met mijn hand van Paulus, het welk is een teken in iedere zendbrief. Alzo schrijf ik de
genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover is de schriftlezing en daar willen we een tekst bij zoeken uit de Romeinenbrief. En wel Romeinen 16 vers 17. Ik heb u daar al eens eerder op gewezen, maar het is een hele belangrijke tekst. Romeinen 16 vers 17. En ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en erfenis zijn aanrichten tegen die leer die gij van ons geleerd hebt. En wijkt af van de zeil. Dat zijn duidelijke woorden. Wijkt af van de zeil. Die mensen die ergernissen aanrichten. Voordat wij verder gaan, willen we natuurlijk eerst weer zingen. En voordat we ook het gebed doen. We willen graag verlichting van de Heilige Geest krijgen. Want het is wel heel belangrijk dat we dit nu goed gaan verstaan. En we willen zingen Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Onherroepelijk, die vromen worden gered. Laten we eerst samen zingen, Psalm 33 vers 10, voordat we ons gebed naar onze God of Vader en onze geliefde Heer Jezus opzetten. Ze hebben we met z'n allen ook gezongen. Ik zal hem nooit vergeten. Hem, mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Dat is onze geliefde Heer. Die alles voor ons wil doen. We willen, voordat we de verkondiging doen, graag God zoeken in gebed. Wilt u samen met mij danken en bidden? Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. We komen weer voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat we die geweldige mooie waarheden, ook al in die voorverkondiging mochten horen. Dat u zo liefdevol bent voor uw volk. Vooral ook diegenen die in het nieuwe verbond komen. Jeremia 31 vers 31. In die eindtijd dat u uw volk nog eenmaal bij elkaar vergadert. Dat het nog één volk mag worden. Dat u zulke grootse dingen voor hen doet. Dat ze dat allemaal mogen aanschouwen. Alles wat ze hebben geleerd, bestudeerd. Vanaf 1844, 22 oktober. Hier is dat grote nieuwe verbond begonnen. En u hebt extra dingen voor juist deze oprechte broeders en zusters weggelegd. Dat hebben we al gelezen. Maar we moeten ook bekennen, lieve heren, dat we ook pijnlijke dingen tegenkomen. Juist ook in deze laatste brief hier. Dat we mensen moeten tekenen die niet mee willen in dat verbond. Op moeten passen, op wat voor manier dan ook maar. Misschien onze geliefden moeten verliezen omdat ze haalstarrig vast blijven houden in dwalingen. Of aan deze wereld. Heere, heere, alstublieft. Help ons om staande te blijven. Dat we niet mee afvallen. En daarom willen we nu ook heel goed zien waar die gevaren ook liggen. Nog eenmaal, vanuit die Thessalonicenzenbrief,
voor uw oprechte kinderen, juist ook uit die Sjaak-Ukemene-kerken. En ook voor onszelf, dat we weten hoe we ons moeten gedragen, juist ook in die eindtijd. Zo leggen wij alles voor u neer, lieve heren. Open ons verstand, kom met uw Heilige Geest over ons, dat we het mogen verstaan, begrijpen en eruit mogen leven. Dit bidden we van u om, Christus Jezus, onze geliefde Heerse naam. Amen. Ja, als we dit toch een beetje gaan inzien, heeft de Heere God in het nieuwe verbond nogal iets met ons voor. Geweldig mooi. En daar kunnen die oprechte kinderen vanuit die Sjaak-Ukemene-kerken ook deelgenoot van worden. En dat is prachtig natuurlijk. Natuurlijk zijn die roependen, die 144.000 roependen, die moeten daarvoor zorgen dat die wereld op de hoogte gebracht wordt van dit woord. En die zijn ook aan extra gevaren blootgesteld. En die extra gevaren, die worden hier nog eens goed vernoemd. Het laatste gedeelte, het laatste hoofdstuk, ook het laatste deel aan de Thessalonicenzen, van Paulus, Silvanus en Timotheus, de drie broeders, de drie engelenboodschapbrengers, genoemd. Dus wij moeten nu wel opletten. Waar ligt dat gevaar? Hoe moeten wij daarmee omgaan? En dat kan alleen maar positief zijn als wij weten waar het gevaar ligt, dan kunnen wij ook daar goed mee omgaan. Laten we maar beginnen met lezen in 2 Thessalonicenzen 3 vers 1. 2 Thessalonicenzen 3 vers 1. Voorts broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heeren zijn loop hebben en verheerlijkt worden. Gelijk ook bij u, Sjaak-Ukemene kerken. Elf uur werkers. En opdat wij mogen verlost worden van, daar komt jou, de ongeschikte plus en boze mensen, want het geloof is niet aller. Wij hebben al gezegd in 2 Thessalonicenzen 1, daar waren ook twee groepen. Versen 8, degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Twee groepen, die dus verloren zijn. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. En die vinden we hier weer terug. Ongeschikte en boze mensen. Boze mensen, heidenen, haten God. En ongeschikten, dus wel naamchristen, naamzegenen. Daar staat het is. Want het geloof is niet aller. Dus dat diepe geloof, die intense waarde van het geloof, hebben deze mensen niet. Pijn, maar waar. Maar de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren van de boze. Dus wij weten dat die Satan er is. En wij moeten leren zien hoe Satan ook met andere mensen bezig is. Verstaan wij dat nog wel? Verstaan wij nog wel dat, of zien wij nog wel, misschien moet ik het zo uitdrukken, zien wij nog wel hoe boze engelen met boze mensen bezig zijn? Dat kunnen wij zien. Als wij heel diep in Christus zijn, Heilige Geest op ons rust, kunnen wij zien hoe bepaalde mensen reageren, reacties hebben, uitspraken doen, hoe ze hun bewegen, en bewegen in die zin natuurlijk, omgaan met wie en wat ze doen. Oogzalf is dus wel degelijk nodig voor die eindtijd, voor u en mij. Gaan we straks ook wat extra onderzoek naar doen in de Bijbelcommentaar. En wij vertrouwen van u in de Heer dat gij, de Sjaak-Ukemene kerken, en die eruit komen, 11 uur werkers, hetgeen wij u bevelen, ook doet en doen zult. Wat staat er? Ook doet en doen zult. Dus oorzaak gevolg. We moeten wel die bevelen van die 144.000, moeten zij wel opvolgen. Zoals wij de bevelen weer van Paulus opvolgen. Dus, en van Jezus Christus natuurlijk. Paulus is hier gewoon, ik zeg het wel eens vaker, een doorgeefluik. Wij zijn ook een doorgeefluik. Wij kunnen niets uit onszelf. Het is Jezus Christus die het willen en werken in ons doet. Dus Paulus geeft bevelen. Ja, een heleboel mensen kunnen die bevelen niet meer uitstaan. Dat wil ik niet. Nou,
En dan moeten we er ook nog bij zeggen, u moet het wel doen dat u het ook doet, maar doet u het ook? U moet het ook doen. Nou, dan worden ze al helemaal een beetje kriebelig, zeggen wij wel eens. Dus het is gewoon een feit, wij moeten luisteren wat Paulus zegt. We moeten, die Chateaugemene kerken moet ook luisteren wat die 144.000 straks te vertellen hebben. En dan vers 5. Doch de Heer richtte uw harten tot de liefde van God en tot de leidzaamheid van Christus. Dus blijven kijken op Christus. Niet naar mensen kijken. Dan heb je direct al een probleem. Dus in dit geval is bijvoorbeeld een Paulus, daarom zegt Paulus dat ook. Doch de Heer richtte uw harten tot de liefde van God en tot de leidzaamheid van Christus. Neem dat wel even mee. En dan komt een enorme waarschuwing voor u en voor mij, waar we meer over willen weten. En wij bevelen u, broeders, komt Paulus weer met een bevel aan, vermaning, een bevel. Nou, dat is de tweede keer al. En een hele hoop mensen die vinden dat helemaal niet prettig. Die bevelen, je oordeelt, je dit. Nou, daar komen een hele hoop verhalen vaak van los. Verkeerde verhalen, slechte gedachten. Wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus daardoor doet hij het. Dat gij u onttrekt van een iegelijke broeder die ongeregeld wandelt. En niet naar de inzettingen, de geboden, de inzettingen en de rechten, weten wij, die hij van ons ontvangen heeft. Daarom hebben wij die tekst erbij. We pakken hem er nog even als eerste bij, als opstap. Romeinen 16 vers 17. Wat was dat? Romeinen 16 vers 17. En ik bid u, broeders, neem acht op degene die tweedraagt en ergernissen aanrichten tegen de leer. Ze kunnen bijna niets meer uitstaan. Zoveel ergernissen hebben ze al. Ik zeg wel eens, en ik hoor het ook, en mensen zeggen het ook. Ze ergeren hun overlaan in een eredienst. Aan de soort liederen die gespeeld worden. Aan de psalmen bijvoorbeeld. Aan het orgelspel ergeren ze hun aan. Aan de collecte die gehouden wordt, ergeren ze hun aan. Aan de preekstoel ergeren ze hun aan. En aan de boodschapper natuurlijk ergeren ze hun aan. En zo kunt u nog een hele hoop meer opnoemen. Maar zo erg is de situatie binnen Gods volk en daarbuiten. Ja, ergernissen, mensen die ergernissen hebben, wat zegt God dan tegen? En tegen die leer, die zuivere leer wordt gebracht, de leerwereld zal niet meer horen, die verstaan ze al niet meer. En dan gaan ze zich kanten tegen hetgeen wat ze zien namelijk. Die krijgt van ons geleerd hebt en wijkt af van de zel. Dus dan moet je bij weg blijven. Weet u gelijk genoeg wie u voor u hebt. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, dat zegt hij de een op een achteraan. Maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. We hebben al eerder gehad, dus hoef ik niet zo ver op in te gaan. Maar wij willen nu ook even nog een tekst erbij pakken. Uit de Galatenbrief. Een hele pijnlijk gedeelte. Eerste hoofdstuk. Galaten 1. Vanaf 6 tot en met 12. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Dus Paulus brengt dat evangelie met Petrus en ze zijn volledig afgeweken. Daar er geen ander is, maar er zijn zonden die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren, dus verdraaien. Doch al waar het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Nou, dat is duidelijke taal. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu, wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dat is twee keer. Let dus nu wel ontzettend op. Zo spreekt de Heer. En niet allemaal mooie verhalen en boekjes. Nee, zo spreekt de Heer. Of, als we toch iets willen weten, zo spreekt de Geest de profetie. Dat mag u ook pakken. Dat vind ik ook prima. Is beide Gods woord. Dus iets anders doen, woorden verdraaien, die zij vervloekt. Lees de laatste verse van hoofdstuk 22 van Openbaring nog eens. Want predik ik nu de mensen of God?
Of zoek ik mensen te behagen? Eerste dus helemaal niet. Want indien ik nog mensen behagen, dan zo waar ik geen dienstknecht van Christus. U kunt niet mensen behagen en een dienstknecht van God zijn. Dat past niet bij elkaar. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welke mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook zelf niet van één mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring, dat zijn gezichten dus, van Jezus Christus. Dus wij moeten nu heel goed verstaan dat er mensen zijn die het evangelie niet meer horen willen en er niet meer uit leven willen. Ja, wat dan? Wij willen met z'n allen de Bijbelcommentaar erbij pakken. En wel bladzijde 138. Bladzijde 138. Ik ga u straks nog een paar teksten oplezen hoe we met dit soort persoonlijkheden om moeten gaan. Maar eerst even wat onderbouwing van de profetes uit de getuigenissen vandaan. 30 getuigen noemen we dat vaak. Bladzijde 138 en dan hoofdstuk 18. Punt 17, direct aan het begin. Opstandelingen geven anderen de schuld van moeilijkheden. Dat is altijd zo. Zij die weigeren om zich te laten bestraffen en corrigeren, dus vermanen, waar hebben we het hier over, vermaningen, zullen vijandschap, boosheid en haat aan de dag leggen, jegens het werktuig, de boodschap, dat door God wordt gebruikt. Ze zullen geen middel onbeproefd laten om een smet te werpen op hem die hen, op hem, 144.000 bijvoorbeeld, die hen de boodschap bracht. Net als Agab zullen zij, die opstandelingen, de mening zijn toegedaan dat Gods dienstknecht de hinderpaal, de vloek is. Zo, ze draaien dus alles om. Agab zei er tegen Elia, zijt gij de beroerder van Israël? Die schudding hebben wij net gelezen in de eerste geschriften. Zijt gij die beroerder van de zevende dag, zat het is de kerk. En zijt gij die beroerder van die nieuwe wereldorde? Ziet u, dat zijn wij. Agab tegen Elia. Wij zijn de Elia's. En hoe moeten die Elia's toch zijn? Hoe moeten ze dan staan? Heel mooi. Voorbeeld komt daar direct onder. Volgende regel. Iemand die volkomen opkwam voor God. Dat was Elia natuurlijk. En dat moeten wij ook zijn. Wij zijn de Elia's. God wil dat zijn eer boven alles op aarde wordt hooggehouden voor de mensen. En zijn raadsbesluiten in de ogen van het volk worden bevestigd. Het getuigenis van de profeet Elia op de berg Karmel, denk even aan Daniel 11, vers 40, 45, met een bijzonder vers 45, de berg des heiligen sieraads, geeft het voorbeeld van iemand die volkomen opkwam voor God en zijn werk op aarde. Denk aan de drie engelboodschappen. De profeet noemt de Heere bij zijn naam, Yahweh, God, bij welke naam hij zichzelf genoemd had, om zijn neerdalen en medegevoel aan te duiden. Elia noemt hem de God van Abraham, Isaac en Israël. Jacob is dat natuurlijk ook. Abraham, Isaac en Jacob zeggen wij vaak. Hij doet dit om in de harten van zijn afgedwaald volk een ootmoedige herinnering aan de Heer op te roepen en geeft hen de verzekering van zijn rijke, vrije genade. Dat is de tweede genadegift. Elia bidt, laat deze dag bekend worden dat gij de God van Israël zijt. De eer van God moet boven alles verheven worden. Maar de profeet vraagt verder dat ook zijn werk bevestigd zal worden. Heden mogen bekend worden dat gij God in Israël zijt, bidt hij. En dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, smeekt hij, antwoord mij. Zo smeekt Elia om regen, weten wij. Spaarregen moeten wij ook voor smeken dat hij komen mag. Zijn ijver voor Gods eer en zijn diepe liefde voor het huis van Israël, Juda dus, huis van Israël, Jeruzalem, brengen lessen naar voren om allen die nu als vertegenwoordigers van Gods werk op aarde dienst doen te onderrichten. Prachtig. Dus wij moeten die diepe liefde hebben voor die waarheden, voor Gods volk.
huis van Israël. Huis is vaak die tempel. Juda. En als we dan even verder gaan, bladzijde 139, volgende bladzijde, onderaan, 43, 44 punten staan daar, ondersteunen Alinea. Elia doorzoekt zijn hart. En dat moeten wij dus ook doen. De dienstknecht zag toe terwijl Elia bad. 6 maal keerde hij terug van zijn wachtpost. Zijn dus wachten ze. Met de woorden, er is niets, geen wolk. Let op, Openbaring 10 vers 1. Jezus Christus komt op een wolk. Maar dan de tweede keer. Eerste keer, 1844. En nu, of rondom die tijd, en nu weer. Rondom die zondagswet. Er is niets, geen wolk. Geen spoor van regen, geen spoor van spaarregen. Maar de profeet gaf de moed niet op. Hij bleef zijn leven nagaan om te zien waarin hij tekort was geschoten in het eren van God. Hij beleed zijn zonden en verootmoedigde zich voor God, terwijl hij uitzag naar een teken dat God zijn gebed beantwoordde. Terwijl hij zijn hart doorzocht, scheen hij in eigen ogen en in het oog van God steeds minder te worden. Wij kunnen niets uit onszelf, hoort u mij ook altijd zeggen. Het bleek hem toe dat hij zelfs niets was en God alles betekende. Dat klopt ook. En toen hij zover was dat hij zichzelf geheel ontledigde, terwijl hij zich vastklemde aan de heiland als zijn enige kracht en gerechtigheid, gerechtigheid door geloof en kracht van Jezus Christus, kwam het antwoord. De dienstknecht verscheen en zei, zie, een wolkje als eens mans hand stijgt op uit de zee, uit de volkeren. We hebben net die voorverkondiging gehad. Zo'n klein wolkje stijgt op. En dat kleine wolkje stijgt straks ook op rondom die zondagswet. En dus na, rondom, bijna aan het einde van die 7 plagen. Hoe belangrijk is het dat we goed zien en goed verstaan hoe wij veranderen moeten naar Jezus beeld. Wij moeten zelf onderzoek doen. Ieder op zich. En er komt heel veel ontmoediging om u en mij heen. Zoveel ontmoediging dat u oprechte, denkt u oprechte broeders en zusters, afvallig worden. En dat lezen we ook over, tekent hen. Kunt u niets meer voor hen doen. Gaan we verder op bladzijde 140, bovenaan. Want die ontmoediging moeten we heel goed voor opletten. Daar staat opzien tot God, bladzijde 140 bovenaan. Maakt dat men moedig blijft. Dus ik heb heel vaak gezegd, kijk niet naar mensen. Hoe moedig en succesvol iemand ook mag zijn bij het verrichten van bijzonder werk, als hij niet gedurig opziet naar God, daar komt hij. Wanneer moeilijkheden ontstaan om zijn geloof op de proef te stellen, zal hij de moed verliezen, onherroepelijk. Ik kan u uit ervaring vertellen, als ik dat niet had gedaan, had ik al lang de moed verloren. Ik kijk alleen maar op naar mijn geliefde Heer Jezus Christus. Zelfs nadat God hen duidelijk de blijken heeft gegeven van zijn macht, en nadat hij kracht heeft gekregen om Gods werk te doen, zal hij falen wanneer hij niet onvoorwaardelijk vertrouwt op de Almachtige, met hoofdletter. Hoe duidelijk wilt u het hebben? U ziet wie we moeten zijn, de Elia's. Zelfonderzoek, eigen ik moet helemaal weg zijn. Die haatdragendheid komt naar u toe, over u heen. U moet niet ontmoedigd worden. Blijven kijken naar Jezus Christus. Een prachtige mooie lessen liggen in deze hoofdstukken van Elia besloten. En waar lopen wij telkens tegenaan? Tegen de Agans. Tegen de Agabs. Tegen de Korachs. Tegen de... Nou, u kunt nu heel veel uit die Bijbel opnoemen, zoals u wilt. Pak alleen het Oude Testament. Want we zwijgen over het Nieuwe Testament. Volgende bladzijde, 141 bovenaan. Vooroordeel verblindt de ogen voor de waarheid. En juist die laatste waarheden die we verstaan, begrijpen, moeten wij uitdragen. En wat gebeurt er? Vooroordeel verblindt de ogen voor de waarheid, staat daar. Dus het laatste licht.
Hoe meer de schrift bestudeerd wordt, des te duidelijker zullen we de ware, en er hoort aard tussen te staan, de ware aard van ons denken en doen begrijpen. Dus onze gedachten begrijpen. Maar duizenden, zo niet nu miljoenen, leggen de Bijbel terzijde om dezelfde reden als Achab. Micha haatte. Let op, hij haatte Elia, maar hij haatte Micha ook. Dus bij dit soort persoonlijkheden is geen kruid tegen gewassen, zeggen wij wel eens. Kan niet een profeet maar iets goeds doen. Omdat de Bijbel onheil profeteert tegen de zondaar, doet de Bijbel altijd. Want de Bijbel wil u redden van de zonde, niet in de zonde. Beweren zij dat ze de tegenwerpingen en de tegenstrijdigheden in Gods woord vinden. Terwijl ze beweren openstaan voor overtuiging, laten ze toe dat vooroordeel hen beheerst. En ze weigeren de waarheid die het woord openbaart te zien. Ze weigeren gewoon. Ze krijgen ergernissen over hun. Naar de boodschapper en alles wat er om zich heen speelt. Ze weigeren om te zien. Die Bijbel hanteren ze niet. U moest dus weten hoe weinig mensen momenteel de Bijbel nog hanteren. Erg genoeg. En als we dan naar onderen toe gaan, nog meer mooie aanwijzingen. En wel, een kwart van onderen, nog in hoofdstuk 1 van 2 Koningen, daar staat, als u vertrouwt op mensen die God niet lief hebben, staat. Dat is belangrijk voor ons. Als u vertrouwt op mensen die God niet lief hebben en zijn geboden niet bewaren, komt u beslist in de problemen. Hoort u het goed? Komt u beslist in de problemen. Zij die niet met God verbonden zijn, zijn verbonden met Gods vijand. U weet dat, dat is de duivel. En deze zal met hen samenwerken om ons op dwaalwegen te leiden. We eren God niet als we de enige ware God loslaten om de God van Ekron te raadplegen. Hoort u dat goed? We kunnen niet naar de paus toe gaan om hem te raadplegen. Of wie dan ook maar. Ook mensen die dus niet God lief hebben en zijn geboden niet onderhouden. Dat is hoererderij, hebben wij allemaal geleerd. De vraag wordt gesteld, bent u gegaan naar de God van Ekron? Hebt u, Sjaat-Oekumenekerken, bent u gegaan naar Ekron, Sjaat-Oekumenekerken, PKN-kerken, pausdom? Om te ondervragen, omdat er geen God in Israël is, dat is wel degelijk een God die u wil helpen. En dan lezen we verder in hoofdstuk 2. Sommigen moeten vaak overgeplaatst worden. Nee hoor, want ze begrijpen het niet. Om het nog eens te herhalen. Ze beginnen te murmureren of wat dan ook maar. En dan moet er iets gebeuren. God weet dat een werker hechter met hem verbonden moet zijn. Dus die hechtheid, die verbondenheid met Jezus Christus is enorm belangrijk. En om dit te bewerkstelligen, nu doet God iets. Moet u opletten. God probeert u steeds dichter aan zich te verbinden. En wat gaat God dan doen? Nogmaals, en om dit te bewerkstelligen, scheidt hij hen van zijn vrienden en bekenden. Ja, we komen alleen staan. Toen hij Elia voorbereidde op de ten hemelopname, verplaatste hij hen herhaaldelijk. Dat lezen we in die geschiedenis van Elia. Zodat hij zich niet ergens op zijn gemak zou vestigen en op deze wijze zou nalaten geestelijke kracht op te doen. Het was Gods bedoeling dat de invloed van Elia een kracht zou zijn. Waardoor velen geholpen konden worden om ruimere, rijkere ervaringen door te maken. Hoort u dat goed? Het was Gods bedoeling dat de invloed van Elia een kracht zou zijn, waardoor velen geholpen konden worden om ruimere, rijkere ervaringen door te maken. Dus vaak onder druk komen. Heel vaak onder druk komen. Meer dan hun liefde is, laat ik het zo bestellen. Waarom? Omdat Gods volk geleerd moet worden. En als zij het hebben meegemaakt, kunnen ze Gods volk daarin onderwijzen. Bidden zeg, vermanen. Ja, en daar stonden we nu net niet op te wachten binnen de kerk. Zowel binnen Gods volk, als zowel binnen de Sjaat-Oekumenekerk. Maar toch is dat onherroepelijk noodzakelijk. Want er zijn sommigen die ongeregeld wandelen, hebben we in vers 6 gelezen.
En dan gaan we eens verder lezen. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 7. Want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen. Navolgers zijn er. Paulus, Silvanus en Timotheus waren navolgers van Jezus Christus. En wij moeten, zegt de gemene kerken, moeten ook navolgers zijn van die 144.000. Van Christus natuurlijk. Want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. Dat doen die anderen wel. Daar moeten we ons dus van onttrekken, zegt Paulus. En wij hebben geen brood bij iemand gegeten, voor niet. Maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld. Om ons na te volgen. Paulus die wou geen financiële middelen trekken van gemeenschap. Van kijk, ik heb hem toch wel rijk gemaakt. En ik heb toch degene, dat zegt Paulus dan niet, maar diegene die hem geholpen hebben. Financieel dus ook. En zo gevaarlijk, want de mensen doen het dan niet voor God, maar ze gaan het doen om het werk voor de persoon. Want ze mogen die persoon wel en dan gaan ze het voor die persoon doen. Nou, dat is dus zeker absoluut verkeerd. En hij zegt er dus ook bij, hij is zelfstandig in levensonderhoud voorzien. Om dit soort praktijken tegen te gaan. En we lezen dat ook elders natuurlijk. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 9 hebben we dat ook al besproken. En dan vers 10. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen. Dat zo iemand niet wil werken, ook niet eten. Nogmaals, een belangrijke zaak. Niet willen werken, dan ook niet eten. Dat zijn luiaards. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld, dat wil niet veel zeggen, dat is de eerste keer vers 6, de tweede keer vers 7 en de derde keer in vers 11. Dus er zijn nogal wat mensen die ongeregeld wandelen. Staat daar. Niet werkende, maar ijdele dingen doende. Trots zijn, zij zullen het wel allemaal even doen en zeggen en een ander laten werken. Voor hen. Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus. Dus Jezus houdt het niet van. Als wij naar de brieven nog even teruggrijpen, dan ziet u continu in al die brieven staan, gemeentes, moet ik natuurlijk zeggen, ik weet uw werken, ik weet uw werken, ik weet uw werken. In al die brieven staat dat. Vanaf Efeze tot en met Laodicea aan toe. Dus u bent degene die nu moet verstaan, wij zullen zelfstandig moeten werken. En natuurlijk zijn er ook evangeliedienaren, levieten, die onderhouden worden door het volk van God. Indien zij ook de juiste waarheden brengen. U weet dat laat momenteel te wensen over, om het maar voorzichtig uit te drukken. Dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten. Vers 12b. En gij broeders vertraag niet in goed te doen. Maar indien, waar komt het nogmaals die maar? Maar indien iemand ons woord door deze brief, zegt hij nogmaals heel goed, geschreven, niet gehoorzaam is, alles wat hier is behandeld, ook in deze totale box, niet gehoorzaam is, teken dien. Dan weet u met wie u te maken hebt. Een ongeregelde. Dat driemaal toe. En vermengt u niet met hem, omdat hij beschaamd wordt. Dat is nogal wat. Laten we eens naar 1 Timotheüs 6, vers 5 toe gaan. Daarna. Na de Thessalonicenzenbrief. 1 Timotheüs 6, vers 5. Komt daarna. En dan beginnen we even bij vers 3 in 1 Timotheüs 6. Indien iemand een andere leer leert, dat hebben we net van gelezen in de Galatenbrief, 1 vers 6 tot 12, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.
En dan komt vers 5. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. Verstand, gedachten al, hè? Daar gaat het om. En van de waarheid beroofd zijn. Die kennen die waarheid niet meer. Ja, we weten het beeld van Daniel nog wel. En we weten nog wel wat van de openbaring af. Maar echt van die laatste waarheid compleet beroofd zijn. Willen ze ook niet meer horen. Doen ze ook geen onderzoek en geen studie meer naar. Hoeft voor hun niet zo nodig. Het is toch liefde? Menende dat de godzaligheid een gewin zij. Och, het is een gewin om godzalig te zijn. Wijk af van de zulke. U moet niet onderschatten hoeveel mensen in deze manier van leven zitten. Het is een gewin. Wij komen wel in de hemel. Jezus Christus heeft ons verlost. Het is genade. Het is een gewin. Wijk af van deze. In Timotheus. Dus nogmaals weer zegt Paulus dat ook tegen Timotheus persoonlijk in een brief. Maar daar staat iets bij. In vers 15 van 2 Thessalonicenzen 3. En houd hem niet als een vijand, maar vermaand hem als een broeder. Dat hebben wij gelezen natuurlijk als geen ander in de Johannesbrieven. Die zijn broeder haat, kent mij niet, zegt de Heer Jezus. Dus je kunt wel zeggen, ja, ik moet hem niet meer en weg met die man, en weg met die zuster. Ik heb niets meer met hem te maken. Dat is dus niet zo. Tekent hem, u weet wie die is, en vermaand hem als een broeder. Dus wees wel liefdevol nog naar die persoonlijkheid toe. Maar laat u niet te veel meer met die persoonlijkheden in. Dat mag duidelijk zijn. En als dat nog niet genoeg is, dan willen we toch ook nog een keer naar 2 Timotheus 3, vers 5. Want het is niet zomaar wat dat Paulus dit hier ook aanvoert en ook nog eens een keer naar Timotheus aanvoert. Dus daar is veel gaande rondom dat niet meer vermengen met die valse broeders en zusters. 2 Timotheus 3, vers 5. Begin ik er even bij 2, dan hebt u het totale verband. Of beter gezegd, 1 is nog mooier. En weet dit. Dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Daar zitten we nu in. 2 Timotheus 3 vers 1. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars. Den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden. Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefde der wellust dan liefhebbers Gods. Hebben een gedaante van godzaligheid, kijk, die denken dat godzaligheid een gewin is. Maar die de krachten zelf verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Weet dat als u een van deze karaktertrekken ziet, verraden, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van wellust, alles ongehoorzaam, hoogvaardig, zelfzucht, nou, dat is veel opgaande, dan weet u, dan moet u bij weg blijven. Daar hoort u niet bij. Dat zegt Paulus hier tegen Timotheus in zijn tweede brief. En alsof dat nog niet genoeg was, ook Titus krijgt die waarschuwing mee. Dus Paulus die zegt heel duidelijk, Titus 3 vers 10, heel duidelijk, let nu op. Zij kunnen die vermaningen niet meer verdragen. Daar gaat het om. Want ook in Titus 3 begint Paulus weer in vers 1, vermaan hen. Ja, ik kan er ook niets in doen, zeg ik altijd maar. Dat is de opdracht die wij hebben gekregen. En dat is het ook de opdracht die Paulus heeft gekregen van God. Vermaan hen. En dat probeer ik in alle liefde voor u te doen. U moet ook vermaand worden als u dit niet meer horen wilt. Of u hebt ergernis en waar dan ook maar aan. Dan weet u dat u op een heel gevaarlijk spoor zit. We gaan lezen Titus 3 vers 9. Daar beginnen we even bij. Maar wedersta de dwaze vragen in het geslachtsrekeningen. Dat was toen gaande. En twistingen en strijdingen over de wet. Nou, dat is nu volop gaande natuurlijk. Die wet is al lang vervuld aan het kruis en daar mag u zoveel over vertellen. Want de meniging wil dat niet meer horen. Want zij zijn onnut.
en eieren. Het heeft dus helemaal geen zin om op die manier te twisten met broeders en zusters. Die zijn al zo ver weg. Want, wat zegt Paulus daarna, verwerp een ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Nou, ik kan u wel vertellen, ik heb sommige mensen al 10, 20 keer vermaand. Dus ze blijven gewoon volhouden. En dan denk ik, ik weet het niet meer. Verwerp een ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning, zegt Paulus ook. Eerste keer, tweede keer, dan is het over. Heb je ze twee keer gewaarschuwd. Maar we moeten geduldig blijven. Maar houd ze niet voor een vijand natuurlijk, dat mag niet. Maar behandel ze als broeders of zusters. Weten dat de zoon danige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Dus zijn oordeel is al over hem, zegt Paulus erbij. Ja, daar worden we soms niet blij van als we dit allemaal lezen, dat we zeggen, lieve Heere Jezus, wie kan nog gered worden? Dat zeiden de discipelen ook. Maar als wij in alle nederigheid en alle liefde, liefde, let op, oprechtheid van hart, naar Jezus toe gaan. En vragen, hoe moeten wij hiermee aan? Hoe moeten wij met die broer of zuster aan? Dan hebben we hier antwoord. Want ik kan u onherroepelijk vertellen, een meervoudig getuigenissen kan ik u daarover geven, dat als u in een omgeving bent, die niet geheiligd is, laat ik het dan zo in zijn algemeenheid uitdrukken, wat niet bij u past, waar Gods woord niet in alle oprechtheid wordt uitgeleefd, het kan op allerlei manieren zijn, dat mag u zelf invullen, zelfs binnen kerken, hou daar rekening mee, in een omgeving waar fanatisme is, of liberalisme is, juist ook binnen de Zevende-Dags-Adventistenkerk, en ook binnen de Celtic-Humenenkerk. Als u zich daarin begeeft, in zo'n omgeving, gaat u erin mee en gaat u erin onder. Wat wil ik daarmee zeggen? U kunt dat bijna alleen nog maar zijn door er iets te brengen. Maar als u met hun sociale clubs, noem ik dat dan maar even, meegaat, dan moet u oppassen. Voordat u het weet, zit u in die afgaande lijn. Dus daarom staan die woorden hier, diegenen die ongeregeld wandelen in de leer, in hun doen en laten, in hun werken, niet willen werken, een ander voor hun laten werken, zegt Paulus heel duidelijk, tekent die, teken ze, weet wie ze zijn, teken het op, laat ik het dan zo uitdrukken, die en die en die, dat is die en die en die, die behandel ik als een broeder en ik vermaan hem, ik waarschuw. Maar ik ga er niet verder meer mee om dan tot zover. En dat is ons goed recht namelijk. Dat is ons goed recht. Dan zeggen een heleboel mensen, ja, maar je oordeelt. Nee, ik oordeel helemaal niet. Ik zie wat voor ogen zelf God mij heeft gegeven. En God vertelt mij dat ik met die personen op moet passen. Waarom? Omdat die ons werk, Gods werk, kunnen bespottelijk gaan maken. Daar draait het om. Dus vandaar dat wij op moeten passen dat we niet te snel met bepaalde persoonlijkheden omgaan. Want, ja, de duivel probeert binnen te komen. Zuster White zegt het heel duidelijk. In die eindtijd zullen velen binnenkomen, dat zijn handlangers van de duivel. Niet best om dat zo te zeggen. Ja, te zeggen, wie zijn het laatst binnengekomen? Dus zitten wij natuurlijk direct te denken. Nou, zo moeten we niet denken. Maar wij kunnen aan het gedrag zien. En dat hebben we heel nadrukkelijk zo pas gelezen in de brief van Timotheus, die tweede brief, 2 Timotheus 3, vers 2 tot en met 5. Houdt u die erbij? Zijn ze geldgierig? Zijn ze laatdunkend? Zijn ze hoogvaardig? Zijn dat lasteraars? Zijn ze de ouderen ongehoorzaam? Ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde? Onverzoenlijk, zijn ze achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot het goede, zijn ze verraders van personen, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, en hebben een gedaante van Godzaligheid, dat lach je, zeg ik wel eens,
een gedaante, maar die de krachten zelf verloren hebben, heb ook een afkeer van deze. Dat wordt hier bedoeld. Daar moeten wij enorm voor oppassen. En daar helpt zuster White ook bij, de geest de profetie, enorm bij. Continu over gesproken, continu. En dat is een zaak dus voor ons, juist in die eindtijd, daar gaat het telkens om, om die eindtijd, hebben we ook gelezen, in 2 Timotheus, dat we in die tijd leven. En dat we zo nauw met Jezus Christus verbonden moeten zijn, om door die tijd heen te kunnen komen. Echt. Pas op met wie u omgaat. En nogmaals, blijf ze behandelen als een broeder of zuster. Maar weet hoe de situatie bij deze mensen is. Bid om oogzaal, Laodicea gemeente. Daar hebben we onze Heer voor, die ons wil helpen. En dan vers 16 van 2 Thessalonicenzen 3. De Heere nu des vredes, zelf geven u vrede ten alle tijden. In allerlei wijze, de Heere zijn met u allen, hoort u dat. Ook in die Chateau Gemeente, ook met de 144.000 elduur werkers. De groetenis met mijn hand van Paulus, het welke is een teken. Dat zegt hij er net even bij, dat dat teken is voor ons dat we weten waar we over spreken. Juist in deze brief. Is een teken in iedere zendbrief, al zo schrijf ik. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. Ja, het is prachtig als wij die diepte Gods mogen verstaan, die uit mogen dragen en ook mogen zien dat we voorzichtig om moeten gaan met bepaalde personen, dat onze geliefde Heer Jezus ons daarvoor waarschuwt. Ons ook waarschuwt, word niet haatdragend, want dan kennen jullie mij niet. Ik ben nooit haatdragend geweest naar niemand toe. Maar ik wist wel wie de Farizeeën waren en wie de schriftgeleerden waren. En de Sadduceeën kon ik ook heel goed. En de wetgeleerden kon ik ook heel goed, zei de Heer Jezus. Op een bepaald moment zei de Heer Jezus met een traan in zijn hart, Matthäus 23, lees dit nog eens door. Hoe pijnlijke situatie voor die vier groepen. Lieve broeders en zusters, de Heer Jezus vertelt hoe u om moet gaan met uw broeders en zusters in de eindtijd. Wat wel en wat niet mag en kan. Waar u voorop moet passen. Hoe u iemand tekent. Niet verafschuwen. Nee, maar tekenen. Van, die kunnen schade aanbrengen aan dat geweldige mooie woord. Die laatste waarheden waar u en ik in worden getraind om die te brengen aan de Chateau Gemeente Kerk. En zo moeten diegenen die in de Chateau Gemeente Kerk ook zitten. Die ook dat waarachtige getuigenis brengen. Niet een vals getuigenis. Maar een oprecht getuigenis brengen aan al Gods kinderen in de Chateau Gemeente Kerk. En vraag, bid en smeek God om kracht en om wijsheid. Dat is het enige wat wij kunnen doen. Want de Heer Jezus helpt u, hij beschermt u, maar weet wel dat er ook veel van u verwacht wordt. En dat haalt u allemaal uit Gods woord. Ik help u hopen door die eindtijd heen te komen. Ik help u hopen dat u mag zien hoe u met Gods kinderen om moet gaan. En laat u alstublieft leiden door uw geliefde Heer. En dat is het woord van God. Dat heiligt. Dat geeft kracht. Want, wat zei de Heer Jezus in zijn gebed? Heilig ze door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. We willen hierna graag een lied zingen, Psalm 94, ter afsluiting. En daarvan het tweede vers. Hoe lang, Heere, zullen dan de bozen hun lange tijd de goddelozen nog huppelen, vol van dartele vreugd? Het duurt niet lang meer, want dan is dat moment geweest van die boos.
Laten we daarom zingen Psalm 94, vers 2. Er komt een keer een eind aan die boze werken van die boze mensen. Laten we samen God zoeken in gebed en dankbaar zijn voor de dingen die we mochten horen. Aan hem, Jezus Christus, alle eer. Wilt u samen met mij danken en bidden? Goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. We zijn u dankbaar dat u ons het woord weer hebt geopend. Ons ook hebt gewaarschuwd hoe wij moeten leven. We hebben van Elia gehoord, verstaan. We hebben van Paulus begrepen hoe we moeten leven, waar we voorop moeten passen. Er zijn vele gevaren rondom ons, nu al, maar vooral ook in die eindtijd. Help ons mee, lieve Heer Jezus. Leid ons, geef ons die ogenzalf. Geef ons ook die wijsheid dat we de juiste beslissingen mogen maken in alles wat we doen en waar we mee bezig zijn. U bent het die het willen en werken moet doen. U bent het die ons die kracht kan en wil geven. Lieve Vader in de hemel, we kunnen alleen maar vragen aan u of u ons weer nabij wilt zijn deze week. We willen in alle nederigheid uw woord onderzoeken en uw oprechte kinderen nog roepen uit al die kerken vandaan. Wij kunnen dat niet uit onszelf. U bent degene die die spaadregen ook uit moet storten. Lieve heren, wilt u zo bij het evangeliewerk zijn, bij de luide roep, dat die gebracht mag worden. U wilt bij de gevers zijn, die meehelpen om het werk ook te voleindigen. Vader in de hemel, u bent het die het moet doen. Wij kunnen dat niet zelf. Open ons verstand en open ons hart. We willen zo graag meer voor u doen, maar we weten, alles komt op uw tijd. U bent het die ons kracht kan en wil geven. Wilt u ons daarom behoeden en bewaren deze week? Wilt u de napredikers zijn? Met uw Heilige Geest bij je en ieder komen. Dat ze mogen verstaan wat ze hebben geleerd. Niet van mij, maar van u. Heren, u hebt het mij ook geleerd. Ik kan u alleen maar persoonlijk dankbaar zijn. En alle mensen moeten u persoonlijk dankbaar zijn. Geen mensen. We moeten vertrouwen op uw woord. We hebben het nu zo vaak besproken. Wilt u zo bij ons zijn deze week? Behoed en bewaar ons nogmaals. En dat we een krachtige week mogen hebben, ook werk kunnen doen voor u, als het naar uw welbehagen is. Dit alles bidden we van u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade, uw grote liefde, uw trouw en om Jezus Christus onze glorieuze naam te wil. Amen. We willen straks, na de inzameling, weer het mooie lied zingen. Een mooi psalm, psalm 121. Ik vind dat een bijzonder lied altijd. Het zijn meer bijzondere mooie lieden, man. En dan vers 2 daarvan. Hij is, al treft u het felst verdriet, dat zullen we meemaken, uw wachter, die uw voet voor wankelen behoort. Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heer zal u bewaken. Ook in die moeilijkheden. Dat we juist keuzes moeten maken. We gaan straks dit lied zingen. Maar we willen eerst de inzameling doen. En daarna zal ik u het lied nogmaals afkondigen. MUZIEK.
Laten we gaan staan voor onze geliefde God en Vader. En samen zingen Psalm 121 vers 2. En ook staan blijven om straks de zegen te kunnen ontvangen. Ja, er zal u geen kwaad genaken, er zal niets gebeuren. De Heere zal u bewaken. Is dat niet geweldig? Zo'n Heere God hebben wij. We willen nu ook met z'n allen naar huis toe gaan en de zegen ontvangen om tot zegen te mogen zijn. Daar draait het om. En dat kunnen we omdat de Heere God ons tot schild is in alles. Ons wil leiden. Daarom is het belangrijk dat u voor uzelf ook goed verstaat hoe u in het leven staat voor uzelf. En dat u die ogen zelf ook mag krijgen. Dat u dat waarachtige getuige van Jezus Christus mag zijn. Het zij in de Zevendagsadventistenkerk, het zij in de Sjatengemeenekerk. Het wordt straks één volk, één groep die Jezus Christus gaat ontmoeten op de wolken des hemels. Dat hebben we allemaal besproken. Wilt u daarom samen het hoofd met mij buigen om de zegen te mogen ontvangen? De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.